Het is donderdag 9 mei 2024. Goedemorgen, Lloyd Groenhout is mijn naam. En tot 9 uur presenteer ik u het actualiteitenprogramma De Koffiepraat via de SRS. Nou, het heeft flink geregend. We hebben dus de wegen gezien. Die dus weer behoorlijk zijn ondergelopen, vooral in het noorden. En die hebben natuurlijk voor heel wat files gezorgd. Maar ja, van de Hogerhuisstraat, zegt Carlos Pinas me ook. Dus ja, de mensen die vanuit noord naar zuid moeten en vanuit zuid naar noord. En ook naar de binnenstad. Nou ja, die zitten natuurlijk in heel wat files vanmorgen. Maar goed, aan de andere kant is de regen welkom. Vooral zeker als het gaat om het waterniveau in Stuwmeer. Want dat hebben we behoorlijk nodig. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die heeft dus ook zijn bezorgdheid daarover uitgesproken. En hij is een klein beetje optimistisch gestemd. Dat het nu dus regent. Maar hij zegt het moet blijven regenen. Anders hebben we problemen voor wat dus de stuwdam betreft. En de energievoorziening mag dus niet in gedrang komen. Hè? Dus ja, de regen is wat dat betreft welkom. Er is een persconferentie gisteren geweest. Naar aanleiding van dus de regeringsraad. En later in het programma zullen wij u natuurlijk ook een deel laten horen van dus hetgeen de president heeft aangegeven. Hij is op diverse onderwerpen ingegaan. De situatie met betrekking tot de energievoorziening. Hoe het zit economisch als het gaat met ons land, Suriname. De voorbereidingen voor wat betreft de aardolie- en gassector. En de FID, die dus, ja, ik denk dat het aan het eind van het jaar een feit zal moeten zijn. En nog andere punten die heeft aangegeven. Natuurlijk, het veiligheidsvraagstuk is ook aan de orde geweest. En later in het programma komen wij daarop terug. Ik heb begrepen dat de leerkrachten, zeker die zijn aangesloten bij de VOLS, die hebben aangegeven dus dat ze doorgaan met dus het actiemodel en blijven dus en zullen tot 11 uur werken. De BVL en de ALSI heeft opgeroepen dat de leerkrachten wederom het werk moeten hervatten. En intussen dreigt ook de minister van onderwijs met dus de actievoerende leerkrachten voor het gerecht te dagen. We volgen dus de ontwikkelingen wat dit betreft op de voet. Later komen wij hierop ook even terug. En wat er nog gebeurt is dus dat bij de RGD het werk wordt hervat. Daar gaan de mensen dus wederom aan het werk. Wat gaan we vandaag doen? In het eerste deel praten wij met Ralf Verwij. En we heten Ralf alvast welkom in deze aflevering van de Koffiepraat. Goedemorgen, Ralf. Thank you. Morning. Ook vanuit het noorden. Ja. Dus, kan beter komen zwemmen. Waarschijnlijk. Morgen is hij. Klopt. Nou, we gaan praten over SML. En dat is dus niet de Stichting Machinale Landbouw, mensen. Groot verschil. Ja, groot verschil. Suriname Major League. En Ralf, jij bent een van de grote initiatiefnemers, moet ik zeggen. Heb ik het goed gezegd? Een van de ploeg, inderdaad, van de groep. Mm-hmm. In dat geval zijn we begonnen als stuurgroep, zo is het geïnitieerd. Mm-hmm. We weten dat profvoetbal eigenlijk in 1970 heeft men geprobeerd, 95, ja. 2005, mm-hmm. 2016. En toen is de laatste in 2022 geïnitieerd, ja. Oktober. En groep van 8 personen. Mm-hmm. En nu staan we hier. Ja, wat is het doel? Misschien kunt u de mensen weer wegwijs maken. Ja, dus de Suriname Major League, inderdaad, SML, niet te verwarren met de anderen, is de eerste professionele sportcompetitie in Suriname. En in dit geval is het voetbal. Mm-hmm. Er zijn dus al wat rondes gehouden. De eerste speelronde is afgerond? De eerste speelronde is afgerond, inderdaad. Hoe is dat verlopen?
Dus ik zei gisteren toevallig tegen iemand, als ik het had mogen regisseren, hoe dat zou moeten lopen, dan zou ik het zo doen, inderdaad. Wat hebben we gezien? Ja. We hebben gezien dat verschillende ploegen op een gegeven moment op plek nummer 1 zijn. Dus Asambespang, om het zo te zeggen. Ja. En wat we dus nu zien, is dat het eigenlijk zeker in die top vrij dicht bij elkaar staat. Dus in feite is het... Je weet, nou, er zijn alle ingrediënten voor een mooie en spannende tweede ronde. Welke feedback heeft u gehad, zeg maar, van verenigingen, supporters, bedrijfsleven? We zijn goed ontvangen door het bedrijfsleven vanwege 1 de structuur, 2 eigenlijk de mate waarop wij proberen te communiceren met het publiek, met de verenigingen. We zijn er nog niet als het gaat om het trekken van het aantal supporters naar het stadion, want dat is natuurlijk wel ook een van de hele belangrijke zaken voor ons. Die beleving moeten we erin zetten. Waar heeft dat mee te maken, denkt u? Ik denk dat het een kwestie van tijd is en een cultuuromslag, inderdaad. We hebben geprobeerd, of we proberen dat met halftime shows. We proberen sport en entertainment komt samen. In feite is dat het. We hebben geprobeerd met food trucks. Alleen, wat we nu moeten doen is bij alle clubs natuurlijk een fanbase opbouwen. Samen met die clubs, want dat is belangrijk. Uiteindelijk moeten de clubs zelfstandig worden. En dat is een onderdeel daarvan. Dus dat is een proces. We zijn pas 2 maanden bezig. Ja. Moeten we ons niet in vergissen. En er is een traject van 4 jaar uitgestippeld. Genoeg werk aan de winkel. Ja. Nu de kar rolt. Wat zijn de uitdagingen volgens jou, denk je? De grootste uitdaging in dit hele verhaal by far is, zoals ik net zei, we hebben een 4-jaar transitietraject waarbij eigenlijk de FIFA zowel technisch als voor een deel financieel ondersteunt. Yes. En binnen die 4 jaar moeten we ervoor zorgen dat die Suriname Major League zichzelf de eigen broek kan ophouden. En om dat te realiseren moeten we ervoor zorgen dat die clubs inderdaad ook zelfvoorzienend kunnen zijn. Dus er zijn ik ga niet te technisch, een heleboel ontwikkelingsaspecten die we moeten tackelen met die clubs gedurende de 4 jaar. Ja, aan het begin is vaker ter sprake gekomen, hoe het zit met betaald voetbal. We weten dus dat dat altijd ook weer ter sprake komt. Wat is uw gedachte daarover? Nou, met een profleague, eigenlijk de spelers in Suriname worden al heel lang betaald. Dus dat is misschien een betaald voetbal. Het profvoetbal zoals we dat nu hebben, dat moet voldoen aan een heleboel criteria van de CONCACAF. Het zijn eigenlijk de CONCACAF Regional License, waar je league eigenlijk en de clubs aan ongeveer 15 criteria moeten voldoen. Yeah. Nu dat in place is, heeft in feite, of heeft de league stempel gehad, zijnde een profleague. Yeah. En dat betekent dus in feite dat je nu in deze fase praat over een professioneel georganiseerde league. En vervolgens zorg je ervoor dat binnen die 4 jaar inderdaad je zelfsustaining bent om die naam inderdaad ook zoals je dat wil hebben, dat zo houdt als het ware. Ja, heel vaak geeft men aan van we gaan echt niet dat topniveau bereiken als er niet iets gaat gebeuren aan die discipline. Wat is je gedachte daarover? Het ontwikkelen van spelers, het ontwikkelen van clubs. Mm-hmm. En het gaat niet alleen om spelers, maar het gaat eigenlijk over de hele linie hoor. We need to step up our game. We moeten naar de volgende level. Dus we moeten gaan schakelen. Het is helemaal waar. We hebben in Suriname, zeggen we, altijd voldoende talent. Of het nou op het veld is, in de organisaties. Maar we moeten nu een stukje dynamischer worden als het gaat om wat moeten we doen op papier en laten we dat inderdaad ook op die manier uitvoeren. Dus discipline is daar eigenlijk een van de meest belangrijke. Je mag nog zoveel talent hebben if discipline net de als aan nou rokken. Dus ook bij de besturen, bij de league als het ware, maar ook bij de clubs. Ja. Wat is uw gedachte over de grote droom die Suriname heeft?
om daar te komen weer. Als het gaat om WK. Dus kijk, WK is, daar praten we over Nacho. Mm-hmm. Wij zijn op dit moment gefocust op de 10, als het ware, SML-clubs. Mm-hmm. Wat natuurlijk wel gaat spelen is, wanneer die competitie zich verder ontwikkelt, gaat uiteindelijk ook het niveau omhoog. Ja. En ja, we gaan als SML niet binnen 4 jaar alle jongens, als het ware, voor Nacho kunnen aanleveren. Maar we moeten nu al 10 jaar vooruit kijken. Willen we dat waarmaken? Want een league start op een bepaald moment. Het moet interessant zijn. Betekent dus dat de spelkwaliteit, het moet commercieel interessant zijn. En vervolgens ga je natuurlijk van buitenaf naar binnen spelers krijgen. Ja. En op die manier moet je ontwikkelen. Dus ja, WK, daar hou ik mezelf niet mee bezig. Mm-hmm. Ik focus me het liefst vanuit boven die SML, ja. op uiteindelijk die 6-jarige jongen van Flora of Abra Brochi. Wat is zijn toekomst naar boven? Waarbij ik zeg, minhoasje, noang Messi bord moren, noang Ronaldo bord insranang. Ik wil die jongens van Suriname. Dat zijn de iconen die we nodig hebben. Eigenlijk, het gaat om voetballers, meisje. We moeten de boel inspireren. En dat is waar wij voor willen zorgen. Werken aan een zekere kweekvijver. Ja. Dus. Ja. Mm-hmm. Ja, want kijk, uiteindelijk zal deze league, waarvan zal het moeten hebben, regionaal succes. We zien dat nu met Robin Hood, in het verleden Intermotapo. Maar met regionaal succes betekent ook dat de kijkers gericht worden op de spelers. Mm-hmm. Spelers naar het buitenland betekent financiële inkomsten. Dus ik verwacht dat het model zal moeten zijn voor Suriname. We moeten niet pretenderen dat we als league in Suriname 1 keer daarboven zullen zijn. Dus. Welke plaats nemen de arbiters in deze operatie? Zonder scheidsrechters, zonder referees. Aplein om aplein. Dus we hebben als league in het begin natuurlijk de clubs, met daar trainers, bestuur, spelers, maar ook andere zaken die daar omheen vallen. Bijvoorbeeld de SVB-bestuur, maar ook de scheidsrechters, referees, de vereniging van overmeesters, vereniging van journalisten. Maar referees zijn zo'n cruciaal onderdeel in het geheel, dat we eigenlijk daar special attention voor moeten. Want met die ontwikkeling die je krijgt bij de clubs, moet je ook dezelfde ontwikkeling krijgen bij de scheidsrechters. Nu hebben we natuurlijk, ik moet zeggen, we hebben een aantal die op topniveau meedoen. Dus je merkt wel, zeker in de Caribische regio, we hebben het gezien bij voetbal, maar we zien het ook bij voetbal. Ook daar is er veel talent om mee te draaien. Dus los van de teams, de spelers die ex-product worden of zijn, moet dat ook zo blijven met de scheidsrechters. En 1 ding is zeker, betekent dat tot heden het korps goed wordt opgeleid. Omdat eigenlijk we toch wel aardig wat in vergelijking met de buurlanden internationals hebben. Mm-hmm. Betekent niet dat we ons alleen daarop moeten focussen, want we willen iedereen naar boven krijgen. Yeah. En er is dus daar ook aardig wat werk aan de winkel. Mm-hmm. Lukt het ploegen om zich te houden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een zeg maar proflicentie? De 10 ploegen die we nu hebben in die Major League, die hebben moeten voldoen aan de CONCACAF requirements. Dat hebben ze gedaan. De meest grote uitdaging is, maar baas, ook weet ik, die is 40 jaar zo. Mm-hmm. En nu moeten we toch wel uit een ander vaatje tappen. Op basis van feiten, beslissingen nemen op basis van de regelgeving. Erg transparant daarin. En dat is een proces. Het is een cultuuromslag als het ware. Dus we gaan niet die knop in 1 keer kunnen omdraaien. Mm-hmm. Maar wat je wel merkt is dat ze willen. En dat is denk ik de belangrijkste voorwaarde om verder te komen. Het is werken met de clubs. We hebben een behoorlijk investeringsprogramma dat we gaan uitrollen richting de clubs. Mm-hmm. Voor financiële governance, financiële verantwoording. Yeah. Voor marketing, social media. Voor organisatiestructuur. En met name ook, hoe kan de club, met name met de, laten we zeggen, de bedrijven eromheen, ervoor zorgen dat daar
insteun van finance, van ondersteuning komt. Dus het wordt een echt, ik keek er naar uit. Dit is het, daar wil je eigenlijk voor gaan en dit is wat je moet doen met die clubs. Ja, u hebt genoemd dat van de marketing, SML heeft een levendige Facebookpagina, moet ik zeggen. Ja. Wat is het plan van aanpak om dit te continueren en kost het veel inspanning? Het kost heel veel inspanning. Ik ben, ik heb ook nog gewoon een job. Ik ben, in mijn dagelijkse professie ben ik engineer, maar ik ben ongeveer 4 uur per dag eigenlijk alleen hier maar mee bezig. We hebben als league een operations team met fulltime personen. Wat gaan we doen? Als we praten over investering naar clubs, gaan we denk ik ongeveer tussen de 100 en 150.000 US investeren in dit eerste seizoen. Mm-hmm. Waarbij we een compleet trainingstraject opzetten en begeleiding van top accountants. Yeah. Eentje die zit niet zo ver hier vandaan. die in feite ervoor moeten zorgen dat de clubs in 3 jaar hun eigen financiële verantwoording kunnen opstellen en kunnen indienen, die alleen beoordeeld moet worden. Of gecontroleerd moet worden. Mm-hmm. Dat is een stappenplan van 3 jaar, want ja, dat ga je ook niet in 1 keer doen. Ja. Dus wat is daarvoor nodig? Zijn er financiële programma's nodig? Dan gaan we die in place brengen. Vervolgens nemen we de teams bij de hand en gaan we zeggen van wat is de huidige? We moeten weten waar we nu zijn. Om te weten wat we moeten doen om daar te komen. Complete inventarisatie, doorlichting van de club. Mm-hmm. Waar zijn ze goed in? Waar hebben ze wat ondersteuning nodig? Dan weet je van alle 10 clubs, oké, Floren heeft hier ondersteuning nodig. Inter Mugotap heeft daar ondersteuning nodig. En dan gaan we daar inderdaad de poppetjes of de middelen bij zetten. Mm-hmm. Om dat in place te brengen. Ja. Dus voor jaar 1 praten we al tussen de 150.000 US. Ja. Mooi bedrag. Ja, het is niet makkelijk, maar het is wel de enige manier. We hebben het gezien. Trinidad werden de clubs heel veel en heel goed betaald. Mm-hmm. En toch is het 5 keer eigenlijk gevallen. Dus geld alleen is niet de successtory. Mm-hmm. Je moet ontwikkelen. Hetzelfde zien we in de Dominicaanse Republiek. We hebben heel veel onderzoek gedaan samen met FIFA. Ook daar hebben ze een traject gehad van FIFA. Maar ze zeggen in feite, in vergelijking met Suriname, we hebben nagenoeg niets toen geïnvesteerd in de clubs. Mm-hmm. En we hebben gemerkt, na die 3 jaar financiële ondersteuning van FIFA, is het ook weer gevallen. Dus als we willen overleven, dan moeten we veel investeren in die clubs. Ja. Is wat we hebben gezien bij sommige wedstrijden, die halftime show, is dat een van de zeg maar mogelijkheden om mensen meer naar het stadion te krijgen? Is dat de bedoeling? Dus we zijn in de evaluatiefase. Mm-hmm. We zijn niet tevreden met het aantal bezoekers. Dat geef ik ook direct aan. Je hebt een prognose gemaakt en we zitten eronder. Ja. Waar ligt dat aan? Is het aan de prijs van het kaartje? Is het wat krijg ik terug voor inderdaad het geld? En wij hebben dus met die halftime show iets anders, nou iets voor Suriname iets anders geprobeerd te brengen. Laat me daarop houden. En het werkt wel. We zien dat er inderdaad wat meer mensen, maar het is not enough. Dus we zijn inderdaad naar die evaluatie. We gaan nu kijken naar, geeft de jeugd van de SML-teams toegang voor eigenlijk nagenoeg niets om het stadion te bezoeken. We hebben nu kinderkaarten. We gaan naar de senioren, legends. De mannen die eigenlijk ons voetbal groot hebben gemaakt, die moeten ook gewoon in het stadion kunnen komen. Dus we proberen, ik denk dat we 50 opties hebben, maar je kan niet alle 50 één keer pushen. Dus we proberen eigenlijk, net zoals hier achter, je doet die ene knop en dat heeft wel of geen effect en dan ga je die andere proberen. Daar zijn we wel mee bezig. Feit is, we gaan richting de play-offs. Okay. Dus die tweede ronde nu, de komende 10 speelweekenden of 9 speelweekenden, daar gaat wel de toon gezet worden. Te beginnen natuurlijk komende vrijdag met Robin Transvaal. Wauw. Wat zijn de verwachtingen, heer Verwey? Die wedstrijd, het is El Clasico van Suriname. Ik zeg het altijd, het is een spanplein. Maakt niet uit waar ze staan, toevallig staan ze nu 1 en 2.
al zou de ene boven en de andere onder. Het is oorlog. Ja. Sportieve oorlog op het veld. En het gaat wel de mindset bepalen richting die playoff. Dus de vraag is, voor wie is het belangrijker? Moet Transvaal winnen voor die mindset? Of moet Robin Hood juist winnen omdat die achter staat? Beide hebben wat om voor te spelen. So, het wordt te volle staan. Ja, het wordt te volle bak. You gotta be there. We hebben met name ook speciaal daarvoor de kaart in de voorverkoop. Ik moet zeggen dat dat goed gaat. Er zijn nog wel enkele beschikbaar bij ons in de office op Orocul. Maar het belooft wat. Ook daar weer met die halftime show en die ambiance. Het is natuurlijk toch een hele speciale wedstrijd. Mooi. En ook SRS heeft natuurlijk toestemming gekregen. Ja. Dat we die wedstrijd mogen uitzetten. Vooral voor de mannen in de Boeing Good Bushino. Want mijn Archer, mijn volle gas aan niet altijd de mannen Mandena Stadion dus persoonlijk. Ik ben ook inderdaad benieuwd hoe dat. Hoeveel? Is jammer dat je niet weet wat de cijfers zijn. We moeten dat gaan meten. Het is echt noodzakelijk. Ja. Ja. Maar goed, dat er een grote luisterdichtheid is. Vooral de wedstrijd voor zaterdag toch? Vrijdag. Wordt een bijzondere. Dus we willen natuurlijk ook de voetbalfanaten oproepen. En om ook SRS te volgen. De mannen die er niet echt bij in het stadion kunnen zijn. Want we hebben ook als stadion Ospang. Want het is altijd weer een spannende wedstrijd. Robin Hood zal uitkomen tegen Transvaal. Dus dat belooft weer wat. Ralf, heel veel succes toegewenst met alles met wat te maken heeft met SML. We volgen de ontwikkelingen op de voet en we zullen weer evalueren met jou aan het einde van die tweede spelerronde. Heel veel succes. Zeker weten. Thank you for having me. Graag gedaan. En dat was Ralf Verweij van SML, Suriname Major League. En vrijdag, dat is morgen, vindt dus de eerste ronde plaats wat de tweede speelronde betreft. En een classico. Nou, we gaan naar deel 2 van de koffiepraat. We zijn zo dadelijk bij u terug. We pakken even een break en dan vervolgen wij deze uitzending.
Welkom terug bij de Koffiepraat op deze regenachtige koude donderdag. En hopelijk hebt u uw koffie ook al gehad, om u een beetje op dreef te brengen voor de mensen die het moeilijk hebben vanmorgen om op dreef te komen. Maar goed, we heten welkom mevrouw Beryl Vrede. Mevrouw Vrede, goedemorgen. En Vreden is Vreden. Ja. Welkom in deze aflevering van de Koffiepraat. Mevrouw Vreden die gaat een lezing houden. Mevrouw Vrede, misschien kunt u de luisteraars vertellen wat het doel is van deze lezing. Het heet Politiek Leiderschap, no, in Suriname. Gaat uw gang. Goedemorgen, ja, alle luisteraars. Het heet inderdaad Politiek Leiderschap in Suriname. Mm-hmm. Met een ondertiteling. En die ondertiteling leest naar een nieuw systeem. Mm-hmm. Wat ik de mensen ga vertellen is wat ik zie dat leiderschap eigenlijk inhoudt. Mm-hmm. En wat ik zie is dat leiderschap in Suriname anders is dan wat ik versta onder leiderschap. Ja. Ik zal twee niveaus van leiderschap behandelen. Mm-hmm. Het eerste niveau is leiderschap op het niveau van de overheid. Het tweede is leiderschap op het niveau van politieke partijen. Mm-hmm. En dan vervolgens zal ik een uitgebreid inzicht geven in wat ik zie als een nieuw systeem. Ja. Hoe bent u op het idee gekomen om zo'n lezing te houden? Door alle zintuigen afgestemd te hebben op hoe het in Suriname gaat, mm-hmm, kom ik erachter van en hoe het niet moet gaan. En zo ben ik op het idee gekomen. Mm-hmm. En u volgt de politieke ontwikkelingen al jaren op de voet? Ik volg ze in Suriname al jaren op de voet. Maar wat ik ook vooral doe, is de politieke ontwikkelingen in de wereld volgen. Mm-hmm. Omdat wij niet op één eiland wonen. Een eiland afgesneden van de buitenwereld. Ja. En als je, wij noemen dat geopolitiek. En als jij dat volgt en je vergelijkt met wat er in Suriname gebeurt, dan krijg je jeuk aan je vingers om gauw iets te gaan schrijven en te doen. Mm-hmm. Tot welke conclusie komt u als u kijkt dus naar zeg maar het politiek leiderschap in Suriname op dit moment? Als ik dat vertel, dan hoeft niemand meer op lezing te komen. Nou, maar geeft u als afwas een voorschotje nog? waar moet het gaan veranderen vooral, zegt u, denkt u? Alles moet veranderen. Mm-hmm. Leiderschap moet veranderen. Mm-hmm. En dat betekent ook, vooral waar ik op inga, is dat de mensen uit onwetendheid gehaald moeten worden. Mm-hmm. Dus de volgers van de politieke partijen vooral, die moeten uit die onwetendheid gehaald worden. Want anders lijkt het alsof ze aan een of ander soort van Stockholm-syndroom lijden. En dat is dat hoe erg het je het ook hebt, je blijft vasthouden aan die leiders die het over het algemeen heel slecht doen. Dus dan krijg je een soort liefde-haatverhouding van kiezers ten opzichte van de leiders. En dat is ongezond natuurlijk. Ja. Aan de andere kant zegt men toch ook wel van ja, maar het volk kiest zijn eigen leiders. Dat is ook zo. Hoe langer je het volk in onwetendheid laat, mm-hmm, en dat gebeurt met opzet, dan kun je over het volk heersen. En dan ben je geen leider. Mm-hmm. Je bent een heerser over het volk. Ja. Men vindt het in Suriname zo prachtig wanneer mensen op een bepaalde manier over ze heersen. Ik geloof dat ze het charismatische leiders noemen. Want dat betekent, weet ik eigenlijk niet. Maar dat vinden ze prachtig. Mm-hmm. En daarom gaat het zo door. En dat is niet goed voor het volk. En het is niet goed voor het land. Zeker niet goed voor het land. Ik sprak onlangs met iemand en ik stelde ook die vraag. Ik zeg maar, hoe komt het dat bijvoorbeeld ook heel veel mensen horen zeggen van ja, ik bemoei niet met de politiek. Is dat
een uitspraak omdat men teleurgesteld is in de politiek? Ja, je kunt ergens over teleurgesteld zijn, maar ik zeg, je hebt een plicht. Je bent niet zomaar hier. Je hebt meer dan een dier, je hebt verstand. Ja. En je moet niet zo snel opgeven. Als we allemaal zo snel opgeven, wat blijft er dan over? Je moet, zolang je kan, moet je doorgaan. En je kunt je niet, die houding is absoluut verkeerd. Ik heb die houding ook wel bij jongeren gezien. Ja. En dan is het heel triest. Maar dan zou je afvragen, maar ja, hebben politieke leiders het dan niet zelf verpest? Dat mensen zo'n houding... Ja, maar dat zeg ik toch. Ze hebben het volk in onwetendheid gelaten, met opzet, om over het volk te kunnen heersen. En dat moet eruit. Absoluut. En het is heel triest inderdaad dat jongeren dit gevoel hebben. Wat voor soort leiders, zeg maar, heeft Suriname nodig? Leiders die leren te dienen. En niet leiders die gediend willen worden. Kijkt u maar op u heen. Leiders lijken op, voor die mensen dan hoor, op een soort van messias die ergens vandaan gekomen is. En zo gedragen ze ook. En je moet echte leiders hebben. Leiders die vooruitzien. Leiders die wanneer je... Leiders zien dingen aankomen voordat ze er zijn. Als je bijvoorbeeld hebt calamiteiten. Leiders zien het al van tevoren aankomen. En dan hebben ze hun strategie al aangepast in iets positiefs. Leiders zien gevaar en onrust aankomen. En dan hebben ze hun strategie al aangepast dat er orde moet zijn. Leiders zien opschudding, rellen en dat soort zaken aankomen. En dan hebben ze hun strategie al aangepast in vrede. En we hebben die dingen hier niet. En dat is vreselijk triest voor dit land. En wat nog triester is voor dit land, ik heb het in het begin al gezegd en daar blijf ik op hameren, de geopolitiek. We weten er absoluut niets van. We lezen niet. We lezen vooral niet. En dat is heel... Eigenlijk hebben leiders geen tijd, als ze het goed willen doen, om feesten door het leven te trekken. Het is een groot werk. En ik zie dat niet. En vandaar dat ik dus zo graag deze lezing wil geven. Voor wie is deze lezing bestemd? Voor iedereen. We hebben het allemaal nodig. En wanneer wordt de lezing gehouden? Op 17 mei. Vrijdag 17 mei. Is er een registratie vooraf? Hoe zit dat precies? Ik vraag aan mevrouw Sabon, omdat zij de hele organisatie in haar handen heeft. Oké, u mag naast mevrouw Vreden gaan zitten. Want ik heb nog een vraagje straks voor mevrouw Vreden. Gaat u gaan. Ja, wat is uw naam? Nee, je mag nog een beetje. Je mag gewoon naast haar zitten, anders komt u niet te zien op die camera van ons. Oké, dat ook. Nog een beetje. Dichterbij. Wie moet dichterbij? Wie moet dichterbij? Ik moet dichterbij. Mevrouw Vrede, ik kan een klein beetje naar rechts, zodat zij dan als u kan zitten. Mevrouw Vrede, ja, klein beetje maar. Lukt het u? Ja. Ja? En dan kunt u nu aanschuiven, dichterbij. Laat me hem zo doen. Ja, prima. Ja, gaat uw gang. Oké. Uw vrouw, nogmaals. Ja. Goedemorgen. Ja, morning. Ik heb dus gevraagd, is er een registratieplicht voor deze lezing? Ja, vooraf? Zo. De mensen kunnen dus kijken op de Facebookpage van mevrouw Beryl Vrede. En op de Facebookpage van Promarman. Daar is er een link.
En daar, als erop geklikt wordt, dan brengt het u naar het registratieformulier. Maar men mag ook appen op het nummer 85630 58. Dus nogmaals 85630 58. En dan kan men dus de link toegestuurd krijgen via de app. En hoe laat begint het? Waar wordt het gehouden? Ja, het is in het Asuria Event Center. Asuria High Rise. En we starten dus om 6:00, tussen 6:30 en 7:30 is dus de inloop. En tegen 6:30 dan starten wij. En het duurt allemaal tot 9:00. Ja, en na die lezing, of tijdens die lezing, is er ook mogelijkheid om te discussiëren. Dat men discussieert over dus dit onderwerp. We roepen daarom ook de politieke partijen, de vakbonden, echt het breed kader van Suriname noemen we op. Maar ook de mensen die zich willen verrijken met de kennis, zoals mevrouw Vrede dat heeft gezegd, is het gewoon open voor een ieder. Een ieder mag zich registreren om die kennis die mevrouw Vrede dus wil delen met de Surinaamse samenleving, om die kennis op te doen. En natuurlijk, zoals u aangaf, is er een moment waar er vragen gesteld kunnen worden. Er kan gediscussieerd worden. Mevrouw Rosita Leeflang is onze MC. En die gaat dat geheel helemaal perfect begeleiden. Prima. En daarom is het dus nodig. Want vaak genoeg nemen we de tijd niet om dit soort gesprekken te voeren. Dit soort discussies te hebben. En daarom bieden wij dus de gelegenheid om dat wel te doen. Want door te brainstormen komen de ideetjes. En we doen het voor Suriname uiteindelijk. Ja. Ja, mevrouw Vleden, over pakweg een jaar gaan we weer naar de stembus. We hebben dan een hele grote groep first voters die voor het eerst gaan stemmen. Wat is van belang voor mensen die straks naar de stembus gaan? We weten dus dat er bij alle verkiezingen dat je heel wat campagnes gaat hebben vooraf. Waar dienen mensen op te letten? Mensen die straks naar de stembus gaan. Ik wou dat ze zouden kunnen letten op de inhoud van de programma's van de politieke partijen. Maar ik heb nog nooit politieke programma's gezien van de politieke partijen met inhoud. Zal ik een voorbeeld geven? Ja. Er komt iemand en die persoon roept: wij zullen ontwikkeling brengen van Paramaribo tot Kwamanasamutu. En de mensen klappen. Maar waarvoor klappen ze? Want heeft die persoon gezegd wat ontwikkeling is? Dus je weet gewoon niets. En dan komt er een ander en die ander die zegt: ik zal ervoor zorgen dat er huisvesting komt voor iedereen. Wat is huisvesting? Dus ik kan niet zeggen waar ze... Ik had graag dat ze zouden kunnen vergelijken de programma's van de verschillende partijen. Maar die zijn er niet. Dus ik weet niet. Ik weet niet wat... Ik kan ze geen richting geven. Ik kan niet zeggen luister naar die of luister naar die. Ik weet het niet. Dus kiezers die moeten kritischer worden... Ze moeten, ik kom met een voorstel. Hoe het ook anders kan. Maar dat wil ik echt laten voor die avond. Oké. Goed. Heel veel succes toegewenst. Dank u wel. Mevrouw Vreden en mevrouw Sebon met de lezing. Het heet dus Politieke Leiderschap in Suriname. En de ondertiteling is... Titeling is? Naar een nieuw systeem. Naar een nieuw systeem. Oh, ik ben benieuwd. Niet met een uitroepteken. Niet met een Oké, geweldig. Heel veel succes toegewenst. Dank u wel. Met deze lezing op 17 mei in Asuria High Rise. Ik ben benieuwd. Maar look at me. Ik vind wel vrije ruimte, want ik ben echt benieuwd. Maak het echt. Ja. Dank je wel. En heel veel succes nogmaals. Graag gedaan, dank u wel. Dank je wel. We gaan naar het laatste deel. En ik heb, zoals beloofd, een quote van de president gisteren tijdens de persconferentie. Naar dus de regeringsraad. En de president is ingegaan op diverse onderwerpen. Ja, nogmaals succes, mevrouw Vreden. En dat willen wij u even voorhouden. We gaan daarna. Hey.
we gaan naar de quote van de president gisteren tijdens de persconferentie. We hebben ook het vraagstuk gehad van gronden bij grondbeleid bij GBB. Gronden die uitgegeven zijn niet terecht waren. We hebben afgelopen week ook voldoende overleg gehad met de minister GBB ad interim en minister LVV. En daar kan ik zeggen dat datgene wat als conflict ervaren werd, dat die zaken allemaal opgelost zijn door beide ministers met betrokkenheid van hun deskundigen en juristen. En de bedoeling is dat we zo alle problemen gaan oplossen. De opdracht is namelijk voor einde van dit jaar moeten alle aspecten die te maken hebben met grondconflicten, grondissues, dubbele uitgiften en op alle andere onduidelijkheden voor einde van dit jaar moet dat allemaal aangepakt zijn. En er wordt op dit moment gewerkt aan het volledig digitaliseren van alle informatie, alle aanvragen op het ministerie, zodat iedereen op dagbasis kan monitoren wat de stand van zaken is van hun aanvraag. Niet alles zit in het systeem. Een groot deel zit niet in het systeem. Met name vele aanvragen voor 2018. Die zijn niet in het systeem, waardoor men heel vaak geen update kan geven. Personen die elke dag brieven schrijven. Ook die zaken worden met een goede coördineerde aanpak allemaal aangepakt. We hebben ook besloten als regering om weer in overleg te gaan met onze vakbonden, de vakcentrales, zoals we dat gedaan hebben eerder. En zoals u weet hebben we eind vorig jaar de onderhandeling met de vakbonden, vakcentrales afgesloten met een overeenkomst tussen de regering en de vakcentrales en vakbonden. En daarbij hebben we toen beslist dat de koopkracht verder versterkt zal worden met ingang van 1 januari 2024 en dat die gaat naar 3500 SRD en de gepensioneerden bij de overheid hiervan 70% zullen ontvangen. Ook de belastinggrens die is gesteld geworden op 9000 SRD terwijl ook een bedrag van 400 SRD vrij is van belasting, totaal 9400. Er is ook afgesproken, namelijk dat wij weer gaan onderhandelen begin dit jaar en dat we nieuwe afspraken maken voor de periode vanaf juli dit jaar. En die kick-off is gegeven voor de start van de onderhandeling met de vakcentrales en clusterteam van ministers. En daarbij hebben de vakbonden ook gevraagd om een nieuw onderwerp in te voegen tijdens de onderhandeling. En dat is het vraagstuk van de ingevoerde nieuwe EBS-tarieven. Wij hebben gezegd als regering, we willen over alle onderwerpen praten. We hebben als regering gezegd dat we inderdaad een economisch herstel hebben kunnen bereiken. Een zwaar herstel- en herstructureringsprogramma hebben uitgevoerd. Met zware offers van het volk. Met ook zware offers van de werkende klasse. Het is tijd dat we ook op een goede wijze met goede onderhandeling teruggeven aan de samenleving, aan de burgers, aan de werkende klasse. En dat we daarover alle onderwerpen, alle issues wensen te identificeren gezamenlijk. En over alle issues ook onderhandelen en overeenstemming bereiken. En dat gaan implementeren. Voor wat betreft de energietarieven, daar is er heel veel overleg geweest. Intern met deskundigen, met regering, met stakeholders. Er zijn verschillende onderzoeken geweest, namelijk hoe het gedrag is van stroomverbruikers, de categorieën van verbruik, de hoeveelheid van verbruik, hoeveel mensen zijn aangesloten, hoeveel mensen verbruiken tot 500 kilowattuur, hoeveel mensen gebruiken tot 900 kilowattuur. Dus al deze onderzoekingen zijn geweest. En uiteindelijk blijkt namelijk dat tot 400 kilowatt een groot deel van de samenleving
ruim 75% in die categorie zit. Nou, dat is die categorie die we gaan beschermen. En dat is een categorie tot en met 900 kilowattuur. En dan kom je totaal op 90% van totale verbruikers. Dus dan gaan we ook die categorie voor een deel beschermen. Daarboven zijn er groot verbruikers. Die mensen kunnen het wel betalen. Ook dan nog zeggen we, als bij die groep van grootverbruikers er ondernemingen zijn, KMO's, die die druk niet aankunnen, dan heeft de minister van Economische Zaken de opdracht om daarover beleid te gaan ontwikkelen. Net zoals we dat gedaan hadden tijdens de COVID-periode, om ook ondersteunend te zijn naar die KMO's. Grote bedrijven, als ze inderdaad extra gaan betalen, daar is afgesproken dat ze aan de hand van hun financieel verslag en hun belastinginformatie van 2023 en die van 2024 aan het eind van het jaar ook kunnen presenteren, waarin zal moeten blijken dat ze meer kosten hebben, meer uitgaven hebben. Dan willen we ook incentive beleid ontwikkelen vanuit de Belastingdienst naar hen. Dus we kijken naar alle aspecten. Maar wat is het doel? Het doel is namelijk, we willen gefaseerd onze subsidie afbouwen. Is zwaar, mijn mensen. We betalen veel aan subsidie, 5,2 miljard SRD. Geld dat gebruikt kan worden voor verschillende ontwikkelingssectoren, voor veiligheid, voor volksgezondheid, voor onderwijs kan het gebruikt worden. Het kan gebruikt worden voor versterking van koopkracht, het kan gebruikt worden voor subjectsubsidie. En dat is wat we gedaan hebben. We halen die objectsubsidie weg, die 5,2 miljard wat we betalen, en gaan individuen ondersteunen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar er zijn faciliteiten die enorm veel gebruiken. Die gaan apart tarief krijgen, zoals ambassades, zoals hotels, zoals entertainmentwereld. Die gaan een apart tarief, die gaan een hoger tarief krijgen. Maar de minister van NH is hier om nadere informatie te geven over die uitfasering. Wij hebben met de vakbonden afgesproken, akkoord, we willen dan eerst apart gaan praten over de elektriciteitstarieven. De vakbonden hebben de heer Amerali voorgedragen als ze zijn hun deskundige persoon om namens hun het vraagstuk te presenteren. En we hebben afgesproken, laten we dinsdag uittrekken. Dat is gisteravond gebeurd. We hebben naar de presentaties gekeken. Heleboel presentaties, heleboel cijfers. Onze deskundigen waren er van EBS, van autoriteit, andere deskundigen, Staatsolie was er, alle deskundigen. En wat we gevraagd hebben, laten we gezamenlijk naar alle cijfers kijken. Maar laat ook de vakbeweging alle cijfers van ons krijgen, alle berekeningsmethoden. En breng die informatie bij elkaar. En kijk waar de verschilpunten zijn. En die verschilpunten kunnen zijn in methode van berekening, de verschillen kunnen zijn in de wijze van waarop het berekend is, de verschilpunten kunnen zijn op basis van verschillende uitgangspunten die er kunnen zijn bij verschillende groepen. Laten we alles bij elkaar zetten. En mocht blijken namelijk dat inderdaad met vergelijking van alle informatie wij tot een ander tarifering moeten komen, een ander uitfaseren moeten komen, dan willen we dat ook doen. Maar laat het goed berekend worden, omdat het niet zo is geweest dat we plotseling met een aanpassingsvoorstel zijn komen. Er is behoorlijk studie geweest, er is behoorlijk berekend, er is behoorlijk veldinformatie geweest, er is behoorlijk gekeken naar alle categorieën van verbruik. Eén ding is duidelijk, na die eerste verhoging, zo'n 2 jaar geleden, en nu nog een verhoging, is het verbruik niet afgenomen. Is het verbruik niet afgenomen. Integendeel, minister, met hoeveel? 11%. Met 11% is het juist toegenomen. Begrijp je de huishoudens? Maar laten we dat ook zeggen. Dus wij vinden ook namelijk dat we de mensen moeten ondersteunen. Maar ik kan best begrijpen als je decennia lang subsidie gehad hebt en dat we dat in een korte tijdsperiode moeten afbouwen, dan kan het inderdaad pijnlijk overkomen. Maar met een goed verbruikbeleid binnen de huishoudens, met een goed bezuinigingsbeleid,
denken dat een ieder uitkomt. Maar nogmaals, laten we nog een keertje kijken naar alle berekeningen. En als er aanpassing moet komen, dan moet er komen. Mijn mensen, we hebben ook de IMF-missie hier zo op bezoek. Gisteren heb ik de missie ontvangen onder leiding van de chief mission die over Suriname gaat. En het is nogmaals benadrukt dat wij in een korte tijdsperiode van ruim 3 jaar, waarbij een 1 jaar stilstand is geweest in de IMF-samenwerking, als gevolg van niet implementeren van de BTW-wet in 2022, dat we toch de internationale parameters gehaald hebben. Dat we toch de targets van ons herstelprogramma gehaald hebben. Dat we toch een stabiele economie hebben kunnen creëren. Dat wij de inflatie hebben teruggebracht van 60%. En voor einde van dit jaar kan de inflatie teruggaan naar 14%. Dat is heel hard. En dit zal ook positief effect hebben op de koopkracht. Alleen moeten we alles doen als land, als regering en als ondernemers, dat ook dit doorwerkt naar die prijzen in de winkels. De prijzen voor consumenten, dat daar die inflatoren werken ook doorgaat en die prijzen ook daar gaan dalen. En gelukkig zie ik dat de ondernemers nu al bekendgemaakt hebben dat er prijsdaling zal plaatsvinden. We gaan alles doen om het land goed te ontwikkelen. We hebben ook onze AFA gaat de algemene vergadering, jaarlijkse algemene vergadering, bij aandeelhouders, bij Staatsolie. We hebben de cijfers gezien, we hebben alle informatie gehad en we zien ook die positieve ontwikkeling vanuit Staatsolie naar de verschillende sectoren die Staatsolie beheert en onder eigen beheer heeft. De uitdaging is inderdaad die hydrodam met het niveau van ons water. Dat is een zorgpunt. Gelukkig zien we de laatste tijd meer regens vallen, waardoor in ieder geval de dreigende situatie die kan ontstaan zoveel mogelijk voorkomen kan worden en waardoor we weer goedkope stroom kunnen trekken uit de hydrodam. En zolang we dat niet kunnen doen, moeten we die dure stroom betalen van die fossiele brandstof, van die diesel, wat enorm veel kost en wat ons als land enorm veel kost, omdat wij, het ministerie van Financiën, dit allemaal moet voorschieten aan EBS. We hebben ook die positieve ontwikkeling gezien in die oil en gas. En recentelijk heeft de minister van Buitenlandse Zaken samen met de CEO van Staatsolie ook een bezoek gebracht aan Frankrijk en Parijs, waar er gesprekken gevoerd zijn met de leiding van Total Energy. En vorige week heb ik hier met de lokale leiding gesproken. En nogmaals is op beide niveaus bevestigd dat die tijdlijn om te gaan naar die Final Investment Decision, FID, ongewijzigd bleef. Ja, dat was een quote van president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens de persconferentie. We komen in onze nieuwsuitzendingen hierop terug. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Koffiepraat. Voor een nieuwe aflevering zijn we morgen terug. Zometeen hebben we een live uitzending in verband met de ACS. Een ACS-meeting waarbij ook de president de openingstoespraak zal verrichten. Tot zo. Goeiedag.